Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe Dolly video. Ik heb vandaag een soort van DIY, want we hebben een hele grote doos gekregen met allemaal leerspul, zadels, hoofdstellen. Van alles wat eigenlijk oud was en weg werd gegooid. Maar we denken dat we het misschien nog wat nieuw leven in kunnen blazen. Dus we gaan kijken wat we kunnen repareren en wat misschien toch wel echt voor de vuilnisbelt bestemd is. Maar we hebben al twee dingen getest. Ik had deze twee beugelriemen al ingesmeerd met zadelzeep en je moet nog een keer olie overheen, maar ze zijn nog best wel in prima conditie. Het was alleen allemaal stoffig en vies en vuil, dus we gaan eens kijken wat we allemaal kunnen maken. Hier zit dus ook een heel oud zadel in. Het is in super slechte conditie, maar de boom die is nog prima, want die is niet gebroken of iets. Dus ik denk dat als we deze wat liefde geven, dat we hem misschien nog kunnen oplappen. En het zal geen perfect zadel meer ooit worden, maar wel voor gewoon... als mensen voor een zadel mag maken, voor gewicht op je paard en dat soort dingen. Dus daar zou die misschien wel nog goed voor zijn. Nou, hier is het zadel. Hij is echt in hele slechte conditie. Vooral dit stukje hier. Dit moet natuurlijk helemaal opnieuw opgevuld worden met wol. En ja, het moet weer opnieuw vorm krijgen. En dus het heeft waarschijnlijk betere dagen gezien. Maar ik denk dat we er misschien iets bruikbaars uit kunnen halen. En ja, dit is dan de Doombox, laten we maar even noemen. Hier zit echt van allerlei dingen in. Volgens mij zat hier onderin ook nog een oud antiek zadel. En dat is echt iets voor meer aan de muur te hangen. Niet om op een paard nog te gebruiken. Maar het is wel heel gaaf spul allemaal. Er zitten zelfs ook nog stijgbeugels in. Ik weet niet of we deze gaan gebruiken, want ik ben zelf nogal fan van veiligheidsbeugels. Maar wellicht kan een manege deze goed gebruiken. Dus kunnen we dit soort dingen gewoon doneren. En er liggen best wel wat gave spullen in. Dus... we gaan het zien. Dan hebben we nog iets heel gaafs wat we recent hebben aangekocht. En dat is deze antieke koets. Tada! Hij is natuurlijk niet voor Valentijn of Nirvana. Maar gewoon voor stal de Leugalroepen om van allerlei bruiloften en andere evenementen mee te rijden. Zoals Sint Maarten en Sinterklaas. En hij moet nog een beetje opgeknapt worden. Want zoals je ziet... Kom maar even met gaan. Zoals je ziet zijn op sommige plekken, zeg maar, is die nog wat in een rough shape. En volgens mij moeten de vloermatten en zo, die moeten ook vervangen worden. En moeten we achterlicht nog voorzien. En dan moet nog een spaak gefixt worden, maar dat was wel te doen. Maar ja, dit is dus de antieke nieuwe koets. Hij komt uit 1900 en hij heeft ook van die originele antieke grote lampen erbij. Dat is echt heel, heel gaaf. Dus ja, deze hebben we weer mooi voor evenementen erbij. Het opknappen van de koets, dat doen we wel een andere keer, maar dan hebben we in ieder geval de koets alvast gezien, want hij is echt, echt ontzettend mooi. Nou, we hebben natuurlijk van allerlei spullen. Als eerste zadelzeep, daar gaan we de eerste ronde mee doen. En een borsteltje om het grove vuil en zand en stof er vanaf te krijgen. Dan hebben we natuurlijk doekjes en sponsjes, handschoenen, kwasten en het allerbelangrijkste, lelijkolie. Nou, we hebben hier even wat dingen gelegd die echt gewoon kapot zijn. En dingen waarvan we echt niet weten wat het is. Plus wat best wel lijkt als marteltuig, maar... maar echt, wat moet je met al die kettingen? Maar dat bit vind ik ook wel heel, heel heftig. Ah, het is ook echt helemaal geroest. Ik heb ook geen idee wat het is. Ik denk misschien voor... Het zal voor een koetstuig zijn. Of... een borsttuig. Het is ook voor een heel groot paard, lijkt me. Ja. Oké, groot vraagteken erbij. Nou, dan hebben we hier wat dingetjes. Die teugels en... Volgens mij zit ook voor... Of het is antiek longeerspul. Of ook voor koetstuig. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk. Nou, heel wat hoofdstelletjes. En dan... Oh, waar is die spin? Oké, er zat hier net een hele grote boomspin. Dus als ik... Of een boomspin, een huisspin. Nee, weet je zo'n spin? In ieder geval zo'n hele dikke zwarte. Maar dit is dus het oude antieke zadel wat hier ook in zit. En dit kan je natuurlijk absoluut niet meer gebruiken. Maar het is wel heel erg gaaf. Dus we gaan eens kijken wat we ermee kunnen doen. Wellicht kan het als versiering gebruikt worden. En ook die ringen zaten eraan, maar dat zijn gewoon van die ringen waarmee je vroeger aan het speeltuig speelde. Ja, die kunnen we misschien beter weggooien. Zouden ze die echt als beugels hebben gebruikt? Ik hoop het niet, maar holy shit. Het is wel heel gaaf, want het is gewoon heel
oud. Is hem? Daar is hij. Ik kan hem niet zien, maar hij is echt gigantisch. Misschien als ik mijn ISO hoger zet. Nou, hij gaat even onder het zadel. Eeuw! Komt hij onderuit, haal ik. Jak! Maar hij is echt heel groot. Waar komt hij? Waar? Ja, ik laat de camera flikkeren, omdat ik schrik van die spin. Eeuw! Ja. Oh mijn god! Oh, hij is gigantisch. Dat is zo'nzelfde spin. Als wat op mijn dekje zat toen, in die ene video. Oh, hij rent. Oh. Hij zit daar in die hoek. Eeuw! Kijk nou. Ik weet niet hoe goed je hem ziet op beeld, maar... Jerk! Dwayne! Eeuw, hij is echt heel groot. Gadverdamme. Wil je hem nou weghalen? Nee. Kom, een slak. Jak. Drama is. En er zit een heel groot bit aan vast. Wacht, ik zal het even laten zien. Weet je, echt zo'n ouderwets, super zwaar, enkelgebroken D-trends. Maar ik denk niet dat het zo vriendelijk is als je dit een paard ooit nog in de mond doen. Dus ik denk dat dit zo'n mooi muurornament wordt waar je verder niks meer mee doet. Maar ik denk dat het hoofdstel gezet kan worden. We hebben nog meer voor hoofdstellen. We hebben een simpel woonhoofdstel met ook een kleiner enkel gebroken D-trans bit. Dit is ook nog wel te redden, want dat is niet kapot. En dan hebben we hier het hoofdstel wat het verste gesneuveld is. Ik weet echt niet of we deze nog levend gaan krijgen, maar dit is een oud hoofdstel van Harry's Horse. Dus dat is niet zo oud, dus ik ben ook bang voor dat deze klaar is. Ja, we gaan het proberen. Veel schimmel op, hè? Ja, maar schimmel maakt niet uit. Het is het afgebrokkelde leer, dat maakt uit. Ik vind het gelijk een hele andere kleur. Dan zie je ook wel het verschil tussen goede kwaliteit leer en dan, ja, anders. Minder goede kwaliteit leer. Op zich is deze ook nog wel best soepel. Wel, die bruine, hè? Nee, die bruine. Die zwarte van mij, die is echt helemaal afgekrekt.
hier, van die haakjes. Ik vind dat echt verschrikkelijk om los te krijgen. Ja, deze ga je weer los krijgen. Ja, die schimmel. Ik heb geen idee wat voor maat het is, dus ik weet niet of Valentijn die zal passen. Dus ik moet even een passend paard vinden voor het hoofdstel. Die van Harry's Horse, die, ja, zodra je de riempjes los wilde maken, brak die echt af. Dus die moet helaas ook naar de vuilnisbelt. We gaan nog kijken of we dat andere zwarte hoofdstel nog kunnen repareren. Zeg maar. Dat is sowieso volgens mij een voel. Zal Valentijn denk ik te klein zijn, maar ja, het is ook een best wel oude. Misschien dat we er een manege gelukkig mee kunnen maken. Dus dan doen we dat wel. En dan denk ik, ja, de stijgbeugelriemen die waren ook een van de betere dingen uit de doos. Dus al met al toch een paar dingetjes kunnen redden. Ja. Oké, ik denk dat dit echt heel satisfying gaat zijn met de leerolie. Holy shit, het trekt er echt super snel in. Met of zonder de leerolie. Ja, het trekt er ook echt super snel in, dus ik denk dat het misschien wellicht nog een laagje nodig gaat hebben. Maar het is ook heel erg warm, dus we doen ons best. Nou, dit leer hebben we allemaal redelijk kunnen redden. Vooral dit hoofdstel is wel echt heel goed eruit gekomen. Het leer is ook nog super soepel, dus dat is heel erg fijn. En die beugelriemen, ja, die zijn echt nog prima. Dus dat is heel mooi. Ja, het zadel, we zijn dan misschien een beetje bang voor dat het echt gewoon oude rommel is natuurlijk. Ja, het is ook een beetje oude rommel, maar of je dat nog in vorm krijgt, weet ik ook niet. Maar de boom is niet gebroken, zeg maar. En dit moet heel erg bijgevuld worden, maar ik heb nog heel veel wobben mee dat kan. Of ik dit nog terugkrijg, dan moet je ook op een speciale manier doen. Dus dat ga ik even uitzoeken hoe we dat kunnen doen. Die doen we dan morgen in de olie zetten. En ja, dan wordt hij echt puur en alleen gebruikt als gewicht of als... Ja, hij is niet per se mooi voor decoratie, maar voor jonge paarden heb je soms gewoon zo'n oud wegwerpzadel nodig waarmee je gewoon kan starten. Zonder dat er natuurlijk een ruiter op zit.
Dit zal voor geen meter passen hoor. En dan hebben we natuurlijk nog dit zadel. Het is gewoon echt een antiek zadel. Ik heb zelf geen idee hoe oud of dat het is, maar ik gok dat het uit de eerste helft van de vorige eeuw komt. Dan zal het zo rond de tussen de 1900 en misschien 1930-ish zijn. Dus iemand wat meer geschiedenisnerd is dan mij en dit zadel ongeveer kan dateren, laat het even weten in de comments. Maar ik ben er heel voorzichtig met een borsteltje overheen het gaan en er komt gewoon echt heel veel roest ook vanaf. Maar ja, ik zou het puur en alleen willen restaureren, gewoon om de geschiedenis. Ik vind dat mooi, ik hou daarvan. En toch wel een beetje wat weer gered is, zeg maar. Alleen ja, hier op sommige plekken zit het echt gewoon heel erg. Het is echt een beetje aan het. Er komt zoveel vanaf. Maar het is ook wel echt heel mooi. Wacht, even hondenspeeltjes. Hier, want hier zitten allemaal van die beetje barok details op, zeg maar. En het is echt heel gaaf. En aan de onderkant. Even proberen op te tillen zonder dat er een spin onderuit komt. Of ja, als het een het even doet, zeg maar. Oh mijn fucking god, is het echt. Zie je dat? Oké, er zit dus inderdaad nog een. Hij is wel dood, maar ook dode spinnen vind ik doodeng. er zit een hele grote dode spin onder. Maar, die kussens die zijn ook gewoon heel oud. En dat, ja, wel kapot. Maar ik heb wel een vermoeden dat dingen gerestaureerd kunnen worden. En al puur en alleen voor decoratie natuurlijk. Want het is gewoon een heel mooi oud antiek zadel. Dus ja, dat is wel heel gaaf. Nou, dit is het eindresultaat van alle leerbehandelingen. De stijgbeugelriemen die hebben we al mee naar stal genomen en daar heb ik al een keer mee gereden. En die zijn echt top, dus dat is heel mooi om dat zo gratis mee te kunnen krijgen. Dus daar hoefde ik ook geen nieuwe meer voor te kopen. En ik moet zeggen dat het bruine hoofdstel hier eigenlijk het beste eruit is gekomen. Het is nog niet, mag nog een keer met balsem ingedaan worden, zodat het wat soepeler wordt. Het zwarte hoofdstel is ook wel oké, gelukkig. Maar dat ene hoofdstel, dat derde, zeg maar, dat was echt gewoon helemaal op. En dit moeten we denk ik ook nog één keertje doen, zodat het net iets soepeler wordt. En dan kan die ook in elkaar. En dan denk ik dat deze een donatie wordt aan de manege. En dan die bruine gaan we kijken of de zus van Dwayne haar paard deze past. En anders wordt die waarschijnlijk ook gedoneerd. En ja, hier ligt nog steeds een mengelmoes aan dingen waarvan we eigenlijk niet weten wat het is. Dus ja, als jij weet wat dit is, laat het even weten in de reacties. Of stuur me een berichtje op Instagram, want ik weet, we weten niet zo goed wat we ermee moeten. Nou, dit is dan hoe het zadel uiteindelijk is geworden. We weten eigenlijk echt niet wat we ermee moeten, want hij bleek veel meer beschadigd te zijn toen we hem hadden ingesmeerd en al het stof eraf was. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, dan gaan we even kijken, want ik ben bang dat hij toch echt aan het einde van zijn leven was. Nou, dat was het dan voor deze DIY opknapvideo. Dus als jij ook leren spullen hebt die nog gebruikt kunnen worden, knap ze gewoon op. Geef ze een tweede leven, geef ze een nieuwe kans. En eventueel kan je ze doneren aan een manege of een andere plek, een zorgboerderij misschien, die er nog heel veel plezier van kan hebben. En zo hou je toch een beetje leren spul in het, in het goede dingen, want het kan gewoon opgeknapt worden. Mits het niet echt helemaal te oud en te lang in het stof heeft gelegen natuurlijk. En een beetje van goede kwaliteit is. Dat was het voor deze video. Doe even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter in de comments. Vergeet zeker niet te abonneren en ons ook te volgen op Instagram en op TikTok. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doei doei!